scheidsrechter van het jaar. 3 genomineerden, dit zijn ze in alfabetische volgorde. Vincent van der Beke, Tina van Grimbergen en Miguel Wensma. Vincent van der Beke, jaar en dag vaste waarde tijdens het gala van de Gouden Korf, maar hij kon de trofee wel nog maar 1 keer in de wacht slepen, in 2014. Vanavond is hij verontschuldigd, want hij kon zich niet vrijmaken. Zometeen gaan we weten of hij toch voor de tweede keer de trofee heeft kunnen pakken. Mevrouw de voorzitter, de ene enveloppe na de andere, het is hard werken vanavond, maar we gaan nu weten wie de Gouden Korf krijgt voor de beste scheidsrechter van het jaar. U denkt de tromgeroffel erbij en hier is de laureaat, Miguel Wensma. Miguel, voilà, proficiat. 5e Gouden Korf op een rij. En dan moeten we zeggen dat record van Geoffrey Piqueur, 8 op een rij, dat moet jou toch stilaan beginnen te motiveren, denk ik. Ja, in elk geval dank u wel voor de trofee en iedereen die daar ook zijn stem voor uitgebracht heeft. 8, ja, dat is nog ver weg. Dat is maar 3, hè? Je hebt er al 5. Absoluut, absoluut. Maar natuurlijk, het fluiten, het korfbal is ook veranderd, hè, met het duo-fluiten. Dus misschien dat de verkiezingen daar ook op aangepast zullen worden. Dus we zien wel, maar we zijn er heel blij mee. Hoe probeer jij in vorm te blijven zo in deze moeilijke periode? Wel, onze sporttak heeft zich een beetje verlegd tot een beetje lopen en veel mountainbiken tegenwoordig. Dus we blijven wel in conditie, maar we hopen om zo snel mogelijk terug op een korfbalveld te staan. Oké, goed, Miguel. Proficiat met jouw 5e Gouden Korf en die wordt uiteraard bezorgd. Daar kan je van op aan, dat wordt geen...